Vele uren en dagen heeft schrijver en oud-raadslid Frans van Gaal er al op zitten in het Bosse Stadsarchief. En niet alleen daar, want Van Gaal struinde al archieven door het hele land af voor zijn boek. Ik heb hier aangevraagd. Onderdelen uit het archief van een zeker Mosmans. Dat is een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort amateur-archivaris geweest van de stad in de eerste helft van de 20e eeuw. En wat die man onder meer heeft gedaan, die heeft het bouwproces van die beroemde of beruchte gele fabriek in de Ortstraat van de Gruiter, heeft hij bijgehouden. En zo af en toe wees hij, de Bosse gemeenschap, op dingen die verloren dreigden te gaan, doordat die fabriek daar al maar uitgebreid werd. Er is al eerder over de Gruiter geschreven, maar Van Gaal is vooral op zoek naar wat nog niet bekend is. Hij wil schrijven over de achterkant van het bedrijf, de kant die het grote publiek nooit zag. Laat zeggen, de nostalgie voorbij. Dus niet alleen het publiek op van, is toch jammer dat het bedrijf verdwenen is en zo. Nee, meer vanuit een realistische setting, vanuit een realistisch oogpunt, kijken naar de ontwikkeling van zo'n bedrijf. Vergelijk je Albert Heijn met de Gruiter, zijn twee duidelijke concurrenten geweest, die ook in dezelfde tijd ontstaan, tot ontwikkeling komen en noem het verder maar op. Dan zie je dat Albert Heijn altijd een veel opener en veel pragmatischere houding heeft ingenomen. Ook zeg maar de telgen van Albert Heijn, dan de Gruiters hebben gedaan. Die hebben zich veel dogmatischer opgesteld als fabrikanten bijvoorbeeld. Hè. Tot midden jaren 70 gaf de Gruiter alle concurrenten het nazien. Dat kwam mede door het goede gevoel voor reclame van de directie. Dit is een boek vol reclamemateriaal van de Gruiter. Je zou kunnen zeggen, hier komt de voorkant van het bedrijf in beeld. Nou, dit is een beeld van een reclameuiting. Ik denk ergens uit de jaren, eind jaren 30 zo. Waarin de Gruiter koffie aanprijst. Om koffie stonden ze bekend. In de jaren 50 waren ze eigenlijk dé grote concurrent op het gebied van koffie van Douwe Egberts. Dus dat wil nog wel wat zeggen. En hun koffie, ja, dat was echt kwaliteit, zou je kunnen zeggen. Ze hebben altijd hele goede reclamemakersdienst gehad. Tot op het laatst, moet ik zeggen. Ze hebben, wat dat betreft hebben ze wel oog gehad voor, laten we zeggen, het uiterlijk vertonen, om het zo maar te zeggen. En dat bedoel ik dan wel in een goed verband. Van Gaal doet niet alleen archiefonderzoek. Gesprekken met oud-medewerkers moeten kleur aan het verhaal geven. Vooral over hoe het er achter de schermen van het bedrijf aan toe ging. In de jaren 50, 60 schijnt er een commissie stiekem in het bedrijf te hebben bestaan. En de commissie stiekem had als opdracht om artikelen die van buitenstaanders, van andere bedrijven kwamen. Hè, want zo nodig moesten ze alles zelf produceren. Maar de Gruiter wilde alleen artikelen van eigen fabrikaten in de winkels verkopen. Nou, daar werd dan een etiketje opgeplakt dat het van de Gruiter was. En de commissie stiekem, die moest dat verdonkeren manen. Die ging op zoek naar artikelen die geschikt waren. En daar kwam dan het etiketje van de Gruiter op. Nou, dat vind ik nou een leuke anekdote die wel iets weergeeft over het karakter van het bedrijf.